Hallo iedereen, ik ben Kijk dat ik nu op mijn kanaal. Ik ga vandaag Clash Royale doen. En ik heb 7 kisten om te openen. 3 gewone, 1 gouden, 1 legendarische koningskist, een klein kist en de koningskist. Ik heb wel, ja. Het is wel niet heel speciale kisten. 1 legendarische koningskist dan en nog, ja. 7 kisten heb ik al. En dan die. En dan deze. Die ga ik pas op het einde openen. Ik ga nu deze openen. Ik denk dat het geen goede werk is. Die werkt net zo heel vaak. Oké. Ik kom vooral in onze clan. Zo noemt onze clan. Ik ben er. Deze bij. Z-E. Dan spatie ZHI, spatie Z, ja, dus XI en dan RAM. Allemaal spaties ertussen. En ik ga nu een gevecht doen. Maar ik ga mijn broer even halen en dan kunnen we samen de 3 dubbel elixir gevecht doen. Tot zo. Zo. En we zijn er weer. Ik zie het nu. Het zijn momenteel. Nou, misschien zien jullie het niet. Nu zijn 3 van de 10 online. Direct zijn er 3 online. Mijn broer is echt. Dus. En ja. De eerste zien we. Een 3 dubbel. Nu is het spel terug aan het laden. En als ik dit gevecht win, ga ik al de gouden kist openen. Oké. Veel succes. Ik kan ook heel moeilijk filmen, dus daarom is het dat die in de kapot heeft en dat is nieuws. Het is wel niet eerlijk als ik dit nu ben, want die me zijn. Ja. Best wel spannend. Ik ga hem trek. Maar ja, nu ben ik gewonnen, dus ik ga wel de gouden kist openen. Gouden kist. 211 gold. Varkensruiten, goed. Koninklijke gebruik ik nooit. De bommentoren, dat gebruik ik nooit. Skeletton. Ik ben wel level 6, dus ik kan die nog eens upgraden. Moet ik weer een level hoger willen gaan. Nou, ik ga nu. Hoi, lieve kijkers. Ja. Hoi. Okay. Ik ga nu een gevecht doen. Nu, gewoon als ik dit niet in. Ik ga gewoon een kus openen. Maar ik vind het nog altijd leuk. Ik moet zeggen dat hij u vecht in, ja, in deze video. Ik ben zeker in de reactie, dat ik dat weet. Als je tips hebt voor mij, dan laat je in de reacties achter. En ik ga er 1 ding al vertellen. Als ik de graveyard krijg of de prinses, dan heb ik het wel gereden en dan ben ik.
ik heb die al de hele tijd. Om zo'n slechte kaarten te krijgen. Dan kan, en dan kan ik nog eens, ja, ik heb een blad gemaakt hoeveel legendaries ik heb. En dan kan ik weer bij gaan schrijven, graveyard 2. No. Ja, die kijkt sowieso stuk. Waarom zet je de eikel in plaats van pijlen? Nee! Ik heb de grote nog leuk bijna stuk. Ik denk dat ik dit ga winnen. Ik kan nog altijd verliezen, hè. Ik zeg niet dat ik dit echt ga winnen. Dat ik nog kan verliezen, dat zeg ik niet, maar... Ik heb heel veel kans dat ik dit win. Het was een pauze gezet om mijn moeder even mee roepen te. Maar ja, ik ben gewonnen. En dat betekent dat ik deze kist kan openen. Wat baren, en ook heel goed. Eetjes, zoveel dan. Ik ga nu meteen deze ook al openen. Het is ook niks waard. En dan Legendary Tree is wel goed. Ik heb al een keer gekregen. Ja. Ik ga deze toch wel even upgraden hoor, want ik ga jas schrijven. Dit doen we. Ik heb haar stuk. En ze zei mij niet. Nee! Ik weet niet op jouw plaatsen. Ja, maar zetten die hekt ook vaak. Dat heeft hacks gedownload op de iPad en daardoor gaan. Luister hier. Oké, ik heb een keuze van vecht doen en dat ik dit doen ga de clan kist openen. Ik heb direct zitten roepen om zijn hacks uit te zetten. Legendary shifter. En deze gevechtje uit de kleintjes. En ik kan niet, en op het laatste was hij de legendarische koningskist openen en die is echt episch. Die heb ik gewoon bij opdrachten gekregen, dat vind ik het raarst.
Nee, shit. Kun je niet op plan? Wat te winnen? Nee. Ik ben nog grap die kapot kunnen krijgen voordat het niet plaatst. Ik dacht even één stuk, maar ik heb er nu twee. Oh, dit raakt veel. Ja, ik win. Bedankt. Ik geef bedankt en zet ze even bedankt. Ja, bedankt. Oké, dan wil ik klem openen. 504 groot. 17 vuurgeesten. Ja, ze ben ik ook wel zo. Zappen. Ja. Eetgolem, die gebruik ik niet echt. En een ballon. Ja. Is ook wel goed. En daar heb ik echt geen zin in. Oké, wat heeft ze echt een opnieuw start gedaan? Zenden? Zenden. Oké. Ja. Ik wil een snel gevecht doen. Zo tegen de en dan ga je een kroonkist openen en dan gewoon gevecht en dan de legendarische koningskist. Of voor ja, die het Engels hebben, legendary king chest. Hoeveel hebben we daar in het Engels? Nee, ja, daar, prima. Blabla, jullie gaan dood. Ja, yep, thanks. Nee! Die heeft hij toch nog een stuk. Moet eerst daarop gaan en... Ja, maar die... Ja, dat is niet sterk genoeg. Ja, maar nu wel. Kijk, hè. Oh, ja, het is nog niet nodig. Makkie. Straks zijn nog Fortnite spelen. Als jullie willen dat ik ook een Fortnite video maak, want ik weet dat niet, misschien ja, wat de haatreacties ofzo. Ah, ik heb nog nooit gehad, dus bedankt daarvoor. Maar ben ik super goed erin. Dus, als jullie willen dat ik ook zo een Fortnite video kan uploaden, dan moeten jullie dat zeggen. En ja, dat zou ik wel zeker doen. Jaha! En nu jongens daarop. Nee. Ja, die kunnen nog zo de grote kapot kunnen krijgen. Als ze nog. Ja, die krijgen een stuk. Ja, zeker.
Nee, toch. Niet gespeeld. En we gaan nu... kroontjes openen. Eerst die in de eindelijk. De elite barbaar gebruik ik eerst heel veel. Dat kan ik nog gaan gebruiken. 51 ridders. En spiegel, ja. En er nog geen één legendary jar, nog geen één. Oké, okay. De laatste. Gevecht. Echt wel, als ik weet niet op de prinses kijk, dan verwijder ik het spel als hier. En de kijkers. Ik kijk, waarom had ik zo raar stem? Geen idee. Nee! Maar ik denk dat Neil dit gaat verliezen. Maar dan moet ik eigenlijk niet denken, want dan ga ik... Want ja, jij is ook nog verliezen. Ja. Wil ik echt in één ding aanvallen? Ja, één keer. Wat altijd een goede tactiek is om eerst een valkyrie te plaatsen en dan daarachter de prins. Als er skeletten liggen plaatsen, dan kan... Ja, soms kan het helpen, soms niet. Bij mij werkt het meestal. Ik ga de andere kant op doen. Want daar, die hut, daar gaan die de prins en zo niet naartoe. Zelfs wel. Misschien is die kant ook geweest. Hè. Oh, nee. Ik wil zeker op je zetten als je meer voor mij delen en tips voor ja, Clash Royale. Heeft hij horde gunslingen? Denk ik wel. Ik ben het vergeten, ik ben gewoon te aan het focussen op. Ik ben op de legendary daar weet ik niet helemaal niet op. Dat ik niet ga winnen of niet in plaats gewoon dingen. Met dat ben ik weer de focus op dit. Hehe. Pech. Ik weet nu zeker dat hij de pijlen gaat doen. Maar ik heb nog skeletten liggen. Hehehe. Nee. Kijk je die nog stuk? Oh, net niet. Oh nee. Ja, goed gespeeld. Ik denk dat ik dit nog ga winnen, want ik moet nog heel weinig doen op die toren. Nee, die gaat winnen. Tijdens de goed gespeeld. En nu de legendarische koningskist. Dan ben ik al heel lang op aan het wachten. Oké, 1700 goud, de exterpomp. Ik gebruik deze. Let op die pak, want die kan ik al upgraden. Deze. De elite barbaren. Oké. Ah, dan kies ik voor Electrowizard. Oh. Eindelijk. Hopelijk vond je deze video leuk. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en kom in deze clan. Z-I-spatie. Z-H-I-spatie.
Z-I spatie ROM. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Door een blauw duimpje omhoog. Laat zeker weten in de reacties als ik weer een Fortnite video moet uploaden. En meer chest openingen. Doei!